En dan gaat die muziek en die tuin, die gaan dan samen iets doen met jou. Dus om dan Rachmaninoff te gaan spelen, dat vind ik minder goed passen dan iets wat opener is en wat cerebraler is, meer meditatief. Dit doen we nu voor het laatst. De derde keer is tevens de laatste keer. Ik heb zelf ook een karate-achtergrond, de tweede dan karate. Dus daar komt een fascinatie voor Japan vandaan. Maar bovenal omdat ik het heel erg leuk vind om te spelen wat me op het moment inkomt. En de mensen mee te nemen in de dromerige sfeer die hier is. Dat vind ik heel erg leuk. Ik ben Marnix van der Pol en ik ben klassiek pianist. En je zou kunnen zeggen dat ik van spelen op bijzondere locaties, zoals hier in de Japanse tuin, daar heb ik mijn handelsmerk van gemaakt. Ik vind het interessant om met mijn stichting Crazy Initiatives projecten te bedenken en te maken op openbare plekken, om als het ware interventies te doen. Dus waar mensen al zijn die even niks doen. Om daar dan een concertvleugel neer te zetten. Ja, en feitelijk te kijken wat er dan gebeurt. We zijn nu in de Japanse tuin in landgoed Klingendaal in Den Haag. En de Japanse tuin hier is een monumentale tuin van meer dan 100 jaar. Ja, die is werkelijk van een unieke schoonheid. Dus en als ik hier nou zo vanuit het paviljoentje achterin de Japanse tuin over de tuin kijk, dan zie ik alle kleuren van de regenboog en erfdoorns in bloemen, 100 soorten mos, er loopt een watertje en allemaal meanderende paadjes waar je zo door die tuin als het ware kunt schuifelen haast. Want elke stap heeft weer een nieuwe kijklijn en een nieuwe schoonheid die je dan ziet. En wij hebben daar voor deze concerten die ik hier deze dagen geef, overal kleurige stoeltjes neergezet. En die kan je gewoon als bezoeker beetpakken. Gewoon ergens aan neer gaan zetten en zeggen van nou kijk, ik wil naar deze boom gaan kijken. Nou, dan kan dat. En dan ga ik spelen en dan kijk jij naar die ene boom. Het komt wel voor dat als het heel erg mooi weer is, dan kunnen mensen ook hier vlak voor het paviljoen op stoeltjes zitten. En dan staan ze allemaal met het gezicht naar mij toe. En dan loop ik wel eens terug naar buiten en zeg van jongens, het is hartstikke leuk dat jullie mij willen gaan zien. Maar ik denk dat het eigenlijk een veel mooiere ervaring voor jullie is als jullie nou je omdraaien, met de rug naar mij gaan zitten. Maar dan kijk je de tuin in. En dan gaat die muziek en die tuin, die gaan dan samen iets doen met jou. Het is heel, heel, heel merkwaardig. En dat doen ze dan gelukkig ook. En dan komen ze achteraf vertellen van ja, dan ben ik heel blij omdat je ons wat even gevraagd hebt. En dat is heel mooi. Perfectly suitable for this location. Yeah. With the birds and the nature sounds and stuff. Yeah. I liked it. Yeah, absolutely. I thought it was lovely, and with the view and the music behind. It's lovely. The colors, the garden, beautiful. And the difference in the music was very different, too. Ja, wel passend in deze omgeving. Vond het wel mooi? Ja, het was wel mooi. Ja, het past wel bij de sfeer hier zo van de tuin.
een soort muziek bij de serene sfeer van de tuin. Did you see when it was kind of darker music? It yes. came a black bird flying. Yeah, yeah, yeah. You saw that? It flew in. Yeah, yeah, it was like almost underneath. Yeah. That was good effect. It was magic. Ja, ik noem hem Komitas, maar het zou ook zomaar Komitas kunnen zijn. Komitas is een Armeense componist. Ik heb hem leren kennen door mijn bestuurslid. Omdat zij in Antwerpen eens in een cd-zaak rondliep met haar man en daar stond die muziek op. Ze kenden het allebei niet en ze keken elkaar onmiddellijk aan en zeiden maar niks. Ze vonden dat typisch iets voor mij om dat te gaan spelen. Dus ik kreeg op een gegeven moment een mailtje. Marnix, je moet naar deze muziek luisteren. Linkje. Dus ik mail terug. Nou, hartstikke mooie muziek, maar hoezo wonderlijk. Hoe kom je daar zo op? Nou, toen kwam het verhaal dat ze dus dat heel erg bij mij vonden passen. En bij de Japanse tuin ook. Dus toen ben ik daar gaan luisteren. Nog eens gaan luisteren. Nog eens gaan luisteren. En dat bleef wel hangen. Toen dacht ik van, nou, ik ga dat spelen. Want ik ben ook op zoek naar werk wat niet zo vaak wordt uitgevoerd. Dus ik ben het gaan instuderen. En dat is dus van Komitas. Dat is de eerste componist. Daar speel ik 6 dansen van. Dan heb ik een improvisatie. En dan speel ik deel 1 van Natalon van Simeon ten Holt. Dat is het programma voor dit jaar. En dat duurt ongeveer een half uur. En ik ben met deze stukken gekomen omdat ik op deze plek op zoek ben naar een programma wat feitelijk past bij deze plek. Dus om dan Rachmaninoff te gaan spelen, dat vind ik minder goed passen dan iets wat opener is en wat cerebraler is, meer meditatief, zonder alleen maar te zweven. Er mag wel wat pit in zitten. Maar dat is de kleur die ik zoek en die ook de mensen het meeste raakt, heb ik uit ervaring kunnen vaststellen. Want dit is het derde jaar dat we het doen. En 3 jaar op rij heb ik dan ook wel een beetje geëxperimenteerd. En dit werkt het beste. Ik heb midden in mijn programma een improvisatie. En wat ik probeer met die improvisatie is rust en leegte te vangen. Een bepaalde overgang te maken tussen Komitas en Simeon ten Holt, wat daarop volgt. Om die als het ware ook aan elkaar te lijmen. Maar bovenal omdat ik het heel erg leuk vind om te spelen wat me op het moment inkomt. En de mensen mee te nemen in de dromerige sfeer die hier is. Vind ik heel erg leuk.
En als de concentratie in de tuin goed is, als mensen niet te onrustig zijn, dan lukt het ook heel erg goed. Dan heb ik echt het idee dat door mijn concentratie hun concentratie weer versterkt wordt. En vice versa, want omdat zij geconcentreerd luisteren, kan ik weer meer geconcentreerd spelen. Kan ik zachter gaan spelen. Kan ik ze nog meer meenemen in de muziek. En dan ontstaat er dus een loop die ervoor zorgt dat daar mooie dingen kunnen gebeuren. It was very nice. It was great. He's a great pianist, and it sounds very good in this place. Always comfortable. Ik vond het ook zelfs mooi samengegaan met de tuin. Dus je voelt jezelf echt op tot rust komen. Dit is heel leuk, een leuk idee. Je merkt dat mensen heel stil worden en gaan luisteren. De rust, de vogels, het geluid en de tuin en de bloemen. Het is gewoon, het gaat goed samen. Sowieso vind ik het altijd een prachtig plekje. En dan zo die muziek erbij, dat is heel mooi. Geeft veel rust. Ik vond ook de sfeer heel erg passend erbij. En bracht het naar een hoger niveau, zeg maar. Dus ja, heel mooi. Natalon, ja, precies, van Simeon ten Holt. Ik wilde heel graag wat van Simeon ten Holt spelen. En ik heb naar verschillende werken van hem geluisterd. En ik kwam bij Natalon uit omdat dat ook een wat onbekende werk is. Maar ook omdat dat nog een werk is wat een spanningsboog heeft. Vaak is minimal music ook echt een doorgaande lijn. En dat is ook heel erg mooi. Maar ik vond het leuker om iets te hebben nu waar ook een spanningsboog in zit. En dat werk, dat begint vrij robuust. Dan gaat hij vrijwel snel over naar een koraalachtig stukje. En dan begint het te stromen. Dan die typische Simeon ten Holt vervlechtingen en verschuivingen, die gaan dan. En dan komt hij weer terug bij min of meer hetzelfde koraal in een andere toonsoort. En eindigt hij weer wat robuuster. Ja, ik vind dat een hele mooie spanningsboog. Wat misschien wel leuk is om over Natalon nog te vertellen, is dat het voor Simeon een overgang is geweest van atonaal naar tonaal. Natalon is not Atalon. En Atalon was een zwaar atonaal werk. En dit was dan de ontkenning daarvan. En een monument voor de tonaliteit. En ik heb ergens een quote van hem gelezen die daar erg goed bij aansluit. En die zegt: als je je als componist niet kunt uitdrukken in een tonaal werk, dan kun je je niet uitdrukken. Zoiets. Dus hij vond het heel erg belangrijk om terug te keren naar die tonaliteit. En daar is dit een monument voor. Dus dat is wel heel erg leuk om dat dan te weten. Dat dat zo'n voor hem zelf ook een belangrijk keerpunt is geweest. Thank you.
tot een week geleden 3 weken gezeten in het voormalig woon-werkhuisje van Simeon ten Holt als artist in residence. En juist op die plek heb ik Nathalon ingestudeerd. In hetzelfde huisje als waar hij dat heeft gecomponeerd. Dat was een hele vreemde ervaring, want dan Colette, zijn weduwe, die was dan in de tuin bezig. En die hoorde mij natuurlijk die noten kraken. En dat was toch wel apart, want zij kent die muziek. Ze heeft het tot stand horen komen. En dan hoort zij die muziek met mij weer stuntelen in het begin van hoe zit dat allemaal. Maar het is een eer geweest om op zijn Steinway te kunnen studeren. Het is echt een heel bijzonder instrument. In 2013 begonnen met een paradevoorstelling. En die paradevoorstelling is weer voortgekomen uit een concert of meerdere concertjes die ik gaf bovenop een duintop op het Oerol Festival. En dat heb ik kleine stukjes van Shostakovich gespeeld. En dat zijn samengebalde emoties, een soort gedichten met een paar pennenstreken. Een hele sterke kleur de ene kant en de andere kant op. En dan vraag ik altijd, ben ik zo benieuwd wat het met jullie doet? Welke verhalen en beelden komen naar boven? Maar bij een concert is het applaus toegift iedereen weer vergeten. Maar daar begonnen de mensen spontaan allerlei dingen te vertellen. En alle menselijke emoties kwamen voorbij in 10 minuten tijd. Toen dacht ik, jongens, zeg, die muziek is zo sterk, daar kan er misschien iets meer mee doen. Nou, daar is die paradevoorstelling uit voortgekomen met een verhalenverteller en een modern danser. Nou, dat was ontzettend leuk om te doen. En toen dacht ik, nou, nu gaan we groot. Want dit lukt allemaal, we gaan nog mooiere dingen doen. En toen wist ik dat hier een hele bijzondere Japanse tuin was. En toen had ik nog andere dansers erbij. En dan wilde ik in het complete landgoed een reis gaan maken met de bezoekers door het landgoed met steeds overal performance. Dus een theatrale reis naar balans. Dat was dan het verhaal. Een jaar lang aan gewerkt, 2 jaar aan gewerkt en uiteindelijk konden we het niet doen. We kregen onze budgetten niet rond. Dat was een zure appel en toen dacht ik, oké, dat is niet leuk. In de cultuur is het zo dat als je geen project draait, verdien je niks. Dus ik had 2 jaar lang voor niks gewerkt. Maar ik dacht, van, wat kan ik er nou uit leren? En wat heb ik nu al bereikt waar ik morgen iets mee kan doen? En dat waren dan de Klingendaal-concerten. Dus toen dacht ik, ja, ik heb dus een klein beetje geld. Ik heb de toezegging in de tuin al. Ik kan ook gewoon zelf iets gaan doen. En dat was eigenlijk al heel snel geregeld. Want dat voorwerk zat in die 2 jaar. Dus zo kom ik dan hier in de Japanse tuin uit. Ik heb ook genoten. Ja, ik heb me er echt ook op verheugd dat hij hier zou optreden. Ik vind het prachtig zo in de natuur en dan deze muziek erbij. Bovendien ben ik erg fan van Simeon ten Holt. Ik kwam hier binnenlopen en een Japanse tuin. En het was een beetje Japansachtige muziek. En het klonk fantastisch. Ik kwam gelijk in de sfeer. Fantastisch. Geweldig. Heel sfeervol in deze omgeving. We kwamen hier aanlopen en zagen het aan het begin staan. En dachten van, leuk, gaan we kijken. En toen vonden we nog een stoel en dan is het helemaal mooi. Thank you.
De Klingendaal-concerten doen we nu voor het derde jaar. We zijn in 2016 begonnen. En dit doen we nu voor het laatst. De derde keer is tevens de laatste keer. Aan de ene kant willen we, hè, crazy als we zijn, een nieuwe crazy locatie in het landgoed vinden. En we hebben een heel leuk idee voor volgend jaar. Maar we zijn ook hier gestopt omdat het simpelweg te druk werd. Dus we zijn te goed bezig feitelijk voor de kwetsbaarheid van de tuin. En ik moet je eerlijk bekennen, ik vind het ook wel erg leuk om nou weer iets nieuws te gaan doen. En dat is, in 2019 gaan wij van 4 concerten overdag naar de avond. En dan maken we een son et lumière, zoals de Fransen dat zeggen. Dus een avondconcert, de late avond, met veel kunstlicht in een bosdeel van het landgoed. En dan zover als je kan kijken, wordt daar dan een licht voorstelling gemaakt samen met de muziek die ik ga spelen. Nou, daar heb ik ook heel erg veel zin in. Dit project, de Klingendaal-concerten, heeft als thema rust en balans in je leven. Het is een best actueel thema wat we kennen met alle mindfulness en burn-outs en zo. Van hoe doe je dat nou goed, werk-privé-balans. Ik heb zelf ook een karate-achtergrond, de tweede dan karate. Dus daar komt een fascinatie voor Japan vandaan. En die twee bij elkaar opgeteld komen heel erg mooi samen hier in de Japanse tuin. Dus ik dacht, laat ik eens gaan proberen om hier in deze Japanse tuin een concert te geven in de open lucht. Om te kijken of we daarmee de bezoekers een handreiking kunnen geven om iets meer rust en balans te ervaren. Dat zijn precies de dingen die we terugkrijgen. Dus dat werkt in de praktijk heel erg goed. Dat mensen in tranen naar me toe komen van, dit is zo wonderlijk wat hier gebeurt. Ik ben helemaal geraakt en geroerd. Daar word ik dan stil van als mensen dat zeggen.